De beste nummers 2 gaan natuurlijk allemaal door, de 1 en 2. Maar ook 4 van de 6 nummers 3 gaan door. We gaan eigenlijk best wel veel ploegen door, als je het zo bedenkt allemaal. Maar waarom was deze voorronde eigenlijk? Alleen om geld te verdienen. Ja, dat lijkt het wel op. Bijna niemand blijft hangen. Maar goed, door de overwinning van Zwitserland hebben we toch een beetje problemen, Tom. Kun jij dat proberen uit te leggen? Ja, ik zei vanmiddag dat het eigenlijk allemaal heel erg simpel is. Ja. En dan zegt er één, nou, ga dan maar zitten. Ga het dan maar uitleggen. Dus daar zit ik dan. Ja, dat vind je leuk, hè? Ja, dat vind ik heel leuk. Ja, we gaan ik twijfelde nog eerst. En toen zei jij bij de eerder in de uitzending van, nou, hij zit er vanavond, dus daar zit ik dan. Ja, je hebt er zin in. Ga gewoon doen. Lekker, Turkije-Zwitserland hadden we eigenlijk gehoopt dat dat gelijkspel zou worden. Want dat zei je net al, dan hadden we in groep F ontlopen. Nou, dat zijn Portugal, Frankrijk, Duitsland en Hongarije. Vlakte Hongarije niet uit, zou ik zeggen. Mm-hmm. En dat is dus nu niet het geval. Doordat Zwitserland wint, staan die op 4 punten. En dan is de kans groot dat ze als nummer 3 doorgaan. Er is nog een kleine kans dat dat niet het geval is. Want er kunnen nog 5 pools, in 5 pools de nummer 3 met 4 punten eindigen. Nou, we hebben een plaatje. Dit wordt een heel ingewikkeld plaatje. Ja. Probeer dit terug. Je snapt het nu al niet meer. Hier snapt niemand iets van. Dat snap ik ook wel. Want het zijn heel veel cijfers. Dus we hebben het iets makkelijker proberen te maken. We gaan er dus vanuit dat groep A de beste nummers 3 levert. Dus dan gaan de onderste 5 opties weg. Nou, die hebben we weggehaald. Nou, en dan blijven er dus de eerste 10 blijven nog over. En dan zie je al dat moet je vooral naar de pool van WIC kijken. Dat is de winnaar van C. Die andere pools zijn niet belangrijk, want daar hoeven we niet tegen. Dus dan gaan we naar WIC. Dat zijn 10 opties. En dan zie je heel veel F en een paar keer D en een paar keer E. Ja. Nou, in totaal 5 keer, 5 van de 10 opties zijn groep F. Dus de kans dat we tegen groep F moeten, is heel groot. 50% kans dus, dat is wat je zegt. Ja, 50%. In procenten kan je het eigenlijk niet uitleggen. Want er is een kans dat in groep B de nummer 3 niet doorgaat. En die kans is ook wel aanwezig, omdat Finland, dat is de nummer 3, tegen België speelt. Dus we gaan er stiekem vanuit dat België wint. En dan is het 1-op-3 kans, dus iets minder dan 50%. Tom, zou jij dat nog één keer uit? Ja. Ik wist al dat deze zou kopen, maar volgens mij heb ik het heel goed uitgelegd. Dat ik jou er niet mee bereik, had ik dan ook wel weer verwacht. Had je wel verwacht, natuurlijk. Ja. Maar in ieder geval is de kans dus heel aannemelijk dat we tegen Portugal gaan spelen. Of wie is heel aannemelijk? Duitsland of Frankrijk misschien zelfs. Het kan nog gek gaan in die laatste wedstrijd. De twee andere opties zijn dan DNE, dat zijn Kroatië en Spanje. Nou ja, Spanje heb je zien voetballen, dat valt niet mee. Kroatië ook niet. Dus dan heb je wel een grote kans. Maar ja, Portugal, wat Wilfred zegt... Dat absoluut niet het waar is. Angstgegner, kennen ze hier niet. Nee, nou ja, als het Portugal wordt, dan is er dus een kans dat we volgende week zondag klaar zijn. Nee, dan zijn we door, Tom. Er is een kans dat we dan klaar zijn. Nee. Maar even, Tom, het kan morgen weer anders zijn, dit, hè? Ja, morgen kan het weer anders zijn. Ja. Dus wat ik hier eigenlijk doe, weet ik ook niet. Kom je morgen terug, inderdaad, Maar het is wel een beetje balen dat we met name die pool nu gelijk hebben. Joh, als je de intentie hebt om Europees kampioen te worden, dan moet je scheid hebben met je tegenstanders. Moet je gewoon alle potjes winnen. Zo, mis niks van de Oranjezomer. Ga naar veronicainsite.nl.